analyse van deze wedstrijd? Ja, maar we gaan het niet in negatief houden. Hè. Dus als slechtste wedstrijd van het seizoen. Je ziet het ertussen, na 12 speeldagen, dat gebeurt. Maar dan schakel je over op een andere modus, op karaktervoetbal, op inzet, op instelling. En je mag vandaag zeggen dat de invallers toch een stuk meer de match doen kantelen. En dat is ook de bedoeling in deze ruime keren, dat iedereen alert en gefocust blijft. En ik denk dat dat gouden punten zijn, want we speelden inderdaad geen de beste wedstrijd. Absoluut niet, er was veel te veel onrust in het team. En je zei dat eigenlijk al van minuut 1. En je probeert dat dan te herstellen met wat positiewissel voor het normale concept te krijgen. Maar die twee doelpunten, dat zijn na de rust scoren, is op een veel te gemakkelijke manier. Dat ben ik absoluut niet gewend van mijn verdediging. Maar soms gebeurt dat, hè. Ja, Urbain. Heel goed wegkomen vandaag. In die twee seizoenen heb ik zo'n wedstrijd nog niet dikwijls gehad. Waarin dat we een aantal keer echt 2-11 door het oog van de naald kruipen. Maar goed, dat zijn matchen waar dat we ook iets uit leren. Waarin dat we leren dat we met een achterstand moeten blijven gaan. En, soms is dat zo'n referentiematch die dat je lang kunt meepakken om je aan op te trekken. Ik denk dat we gewoon niet scherp genoeg waren. Dat een beetje te plat beginnen. Zeker. En dan pak je de eerste helft pak je het nog terug eigenlijk. Maar dan in de tweede helft beginnen we eigenlijk veel te slap. En dan geef je veel te gemakkelijk doelpunten weg. En dan mochten we het zelf nog heel moeilijk. Ja. En nu loopt dat goed af. Dus dat is leuk, hè. Ja, je hebt toch goed gespeeld, niet of wat? Jawel. Maar de coach die brengt de win mee in bedoeling, hè. Soms lukt dat en soms lukt dat niet. En vandaag was het aan mij. We hebben kansen weggegeven hebben wat niet van ons gewoonte was. Maar ja, hoe dat komt, ik denk dat de coach ons daar ook nog wel zal op wijzen. Er zijn veel dingen fout gegaan die dat normaal bij ons niet fout gaan en niet mogen fout gaan. Maar goed, het enige wat we hier nu kunnen onthouden is dat we van een achterstand zijn teruggekomen, 2 keer als ik me niet vergis. En dat we 3 punten hebben die dat brood nodig waren. Ik denk dat er van minuut 1 eigenlijk wel wat onrust in het elftal zat. En soms kan je dat niet verklaren in voetbal. Hè. Voetbal is ook voor 70% pure psychologie. En de jongens die waren belust op een heel sterke prestatie van het jaar. Vandaag na het gelijkspel tegen Lira. Maar je hebt in voetbal niet altijd alles in de hand. Wat kan je doen? Dat is met heel veel energie spelen, met het hart van de supporter. Proberen alles erin te werpen wat je kan hebben in je lichaam. En dat hebben ze gedaan. En soms gaat dat eens met minder goede voetbal. Maar het resultaat moet er doorschijnen. En het resultaat is vandaag dat we 4-3 winnen.